Nou, we zijn hier op Wijnhoeven de Kleine Schorre. We zijn vandaag begonnen met de eerste dag van de druivenoogst. Het hangt er allemaal super goed bij. We hebben natuurlijk een geweldige zomer achter de rug. Super warm, lekker droog weer. Dus we hebben de druiven ook extra lang kunnen laten hangen. Voor nog meer natuurlijke suikers natuurlijk in de druiven. Dus we oogsten super kwaliteit op het moment. 50.000 flessen komen eruit. 50.000 flessen. Ja. Denk je? Jawel. Vorig jaar ruim 32, 33. Ja, nou het is hartstikke mooi. Eerst was het alleen maar in Limburg, maar nu zijn ze in het Gelderland ook bezig. Hè? Oh, er zijn zoveel. Ja, ik zal het laatst in Elsevier geloof ik. Ja, daar stond een heel artikel in. Ja. Ja. Maar hij is de enige die levert aan de KLM, dat is toch wel mooi. Ja, dat is bijzonder. Hè? Ja, dat is bijzonder. Inmiddels zijn ruim 50 vrijwilligers vandaag paraat om erbij te helpen. En, ja, het gaat verschrikkelijk snel. Ik verwacht dat we de komende 3 weken nog wel bezig zijn. En ja, mensen die dat willen, die kunnen natuurlijk meekomen helpen. Per dagdeel ontvangt u een fles wijn. Als u langer dan 2 dagen komt, krijgt u nog een uitnodiging voor de mosselavond om de oogst gezellig af te sluiten. Zeker de moeite waard. Dat zijn hele mooie. Het is wel een eilander. Is het zo? Nee hoor. Het is ontspannen. En de wijn is nog lekkerder als je nou zo'n dag een wijntje proeft. Ah, is zij iets Zeeuwse dan jij?